reverse to Bavel, and then the long pass missing out, always chasing. Peter Whip sets sail across the 25 with Pope outside it, but he goes inside, and Whip is there. Perfecte rugdraai actie, die laaste aangie aan Gryling gee. Die drie begin by David Villiers se hoë skop. Carpentier. Dan is hier wat feit elke bal van Carpentier af. Richard Prentis. Dan kom uit naar die van Servantijn. Raymond. Gielma houdt op de weegkaas. Hij is nog steeds mee voeten. Dan kom hij deur naar Louis Molman toe. Hij speelt veld in. Zoek ondersteuning weer naar die van Servantijn. Een goede beheerde bal naast Buddha. Hij breekt recht uit. Hij wil daar bij Riet voorbij komen. Schopen dan wordt opgeteld door Theo Stolberg. Hij is tussen center daardoor. En hij valt over voor nog een drie aan Zuid-Afrika. Maar die telling nu hier naar die... Versasie kijkt hier Tini Sonnetje in. Als hij inskop van zijn kwartlijn af richting paviljoenkant van die veld waar Tony Hort die bal en wacht. Maar hij kan hem weer raakvat niet worden opgeteld daar door Tiny Netling. Tiny Netling is op die 10-3 stippel 1 van Zuid-Afrika. Dan krijg Frik de Preel en het loopt daar naar Eben Olivier. Eben Olivier die skop voor hem toe. En Tom Kierman sien die bal springt verkeerd toe. Olivier red die bal. Hij gooit van de kant toe naar Gijs Pitser. Gijs Pitser die skop dwars. En hier komt Sid Noumes. En Noumes het die bal. En hij gaat zijn 3 trak uit terug om. Ai, 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 ai. Dat is mooi. De eerste wedstrijd van Zuid-Afrika, hij gaat vrommel in als een scrum. Sonnekes van die bal wil proberen wegkrijgen. Dat is de laatste beweging van Zuid-Afrika. Gerber, Avro Williams, Juan Hines. Chris verdediging van de Engelsen bijzonder goed. Vanaf vastgepunt door Winterbaden, Serfontein. Is moeilijkheid aan links, Padel over zee. Robbo, hoeknachtje, ja! In de handen van die man van Limoges in Frankrijk. Die postkantoorwerker, meneer Francis Palmaar, hoeveel optionele tijd toegelaten gaan worden. Prentis wordt om eerst te bemeesteren. Serfontein. Naast Buta. Moord. Wat inkom. Dat ligt goed. Ray Moord. Gerrit Hermshuis. Terug naar Moord. Een prachtige aanval van Zuid-Afrika. Dat is die doelijn. Is daar geleendheid voor punten. Zuid-Afrika wil over die doelijn. Rob Lowe, Servantijn het om. En Nieuweland ontploft weer. Moeilijk, maar ik heb het Oranje Stadium. Dit was vannacht, denk ik, vind je goed die bal gegeven. Want ik heb het gezien, hij is zo onder. Die zogenaamde zomertoets tegen Frankrijk op Loftus Versveld in Pretoria in 1980 was inderdaad een prachtwedstrijd. En een geschikte afscheid van die spel voor Monet du Plessis. La kaas om zijn leven. Number 7 for the Springboks is Jan Erras. And the halfback sending a long one out to Cronje. Cronje goes for the corner. Is he over? Yes, again the Springboks are able to score. And that pass from the halfback was thrown to the outside centre. And watch the dummy around about the halfback there. And Rogers, a lovely jump by Skogberger, Oki Oosthuizen to Serfontein. Tobias, there's the scissors. Donny Gerber. Got support in the form of Karel du Plessis. Kick into the middle by Karel du Plessis. Under to John Scott. Well tackled by Sonnekes. Hempis de Toy. And Tobias finds Avril Williams. Sofberg is there too. And Rogers. And Rob Lowe. There he is switching direction. That's lovely play. Funes, Villette.
And Tobias is going to score on his own. Tobias going for the corner. Errol will score. Here he does. A lovely try by Errol Tobias. He had Errol Williams with him, but there was the dummy, the power. And look how delighted he is, Errol Tobias, with that try. His first try in a test match, and it certainly was lovely stuff. But it was continued pressure, that final change of direction by Rob Lowe. The good pass by Serfontein, and there was...